I will follow him. Follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep. A mountain so high it can't keep me away. I love him, I love him, I love him. And when he goes, I'll follow. I will follow him. Dennis Scheveningen bij de première van Sister Act. Whoopi Goldberg is er. Dit fantastische koor is er. Dus we gaan een feestje bouwen. Ik wil genade. Ik wil de hemel. Het ziet er fantastisch uit. Vind je dat echt? Of zeg je dat gewoon om heel aardig te zijn tegen je? Niet. Dat ziet er goed uit. Ja? Heb ik niet gehoord. Ik zou bijna voor je gaan bidden of zo. Nee hoor. Nou, doe maar. Nee. Ja. Nee, dat gaan we niet doen. Ja. Volgende keer. Volgende keer. Mooie outfit, man. Vind je? Ja, vind ik mooi. Zat je goed? Als, vorige keer had ik er niet aan, hè? Vorige keer was bij wie volgens mij, toch? Bij Richard Gere. Oh, Richard Gere heb ik ook gezien, jeetje. Weet je wat ik doe? Ik doe deze voortaan altijd aan. Heeft het naar je zin? Ja, ik heb het naar mijn zin, maar heb jij het wel naar je zin? Nou, ik voel me heerlijk. Een beetje maagdelijk. Ik voel me heel maagdelijk. Ja, maagdelijk heerlijk. Moet jij geen pauze? Ik bedoel, je hebt net gespeeld, toch? Neem ik aan. Absoluut. Ik heb net de Sterren van de Hemel gezongen. Oké, dus je gaat straks weer op nu, straks? Ja. Maar we hebben het een beetje zo in diensten gedeeld. Oké. En ik was vandaag de lul. Goed. Stuur. Vaticaanstad TV. Ah, cool. Kijk. Vaticaanstad TV. Vaticaanstad TV. Ja, we zijn een introotje aan het opnemen. Oké. Okay. Misschien wil je even helpen. Ja. Als je kan zeggen van, ik ben Tommy en ik kijk altijd naar Vaticaanstad TV. Ja. Lieve mensen, ik ben Tommy Christian en ik kijk altijd naar Vaticaanstad TV. Het is een zonde als je hem niet gaat zien. Het is een zonde, dat is een hele goede trouwens. Mooi hè? Ik ben namelijk zondes aan het verzamelen. Ja, hoe ver ben je al? Hallo, ik sta bij mij. Ja, sorry. Er komt hier iemand met een heel lekker bord eten voorbij. Ik zeg, nee, ik keek niet naar die vrouw. Nee. Freek gaat er vandoor. Ja, dat is een zonde, is het niet? Ik kwam eigenlijk op Freek en ik krijg jullie. Nee, vind ik ook leuk. Nee, hoe vonden jullie de voorstelling? Mike, je bent er. Wat zie jij er belachelijk uit. Nee, doe normaal. Je bent de eerste die het zegt. Dat meen je niet. De meeste die vallen het geen eens op. Ik wist helemaal niet dat je flaporen had. We passen goed bij elkaar. Ik heb kardinaalspak. Ziet er zo wel beter uit trouwens. Dan moet ik zeker een beetje op mijn knieën gaan, of niet? Ja, graag. Of wordt dat een beetje... Hey, weet je wat jij moet doen? Nee. Jij moet paus worden. Ja? Ja, ik heb gewoon gehoord dat de factuur is. Oh, het lijkt me best. Dat zou het voor jou zijn. Ik heb een factuur open. Nou, ik ga meteen solliciteren. Ja, dat is goed bevallen. Ja, ik word gelijk uit Zolico. Echt waar? Ja. Welkom, ik zal eventjes uw gegevens noteren. Gaat u erin? Mag dit? Wel drinken. Als je non bent. Als je katholiek bent wel, denk ik. Ja? Ja, dat gaat goed. Mooi. Ja, gezondheid. Ja. Ik zat zo zwaar in een gesprek. Ja. Over de voorstelling. Ja. En jij bent ook blij dat ik je eruit heb gehaald, hè? Dat je eventjes... Even lucht. Moet je gewoon biechten. Even... Wil je? Heb je de Bijbel bij, hè? Ja. Wat heb je bij je? Zullen we dan eventjes... Het is wel echt de Bijbel. Nee, het is niet de Bijbel. Het is gewoon... Ik zat te kijken, wat is het voor? Oh, het is TTV! Leuk! En dan weet je het weer. Ja. En dan weet je wat je kan verwachten. Nou ja, een man in een monnik outfit. En goede vragen. Hele goede vragen. Let's go! Ja, en ben nog iets geils meegemaakt? Huh? Ik ben niet zo'n danser, maar ja, ik zit wel de hele tijd mee te stampen en zo. Dat wel. Eigenlijk moet je gewoon een andere zaal hebben. Gewoon met allemaal staanplaatsen. Nou, het gewoon... werkt wel, ja. Het werkt wel. Zo'n rap friend, yo. Praise the Lord! Ja. Nou, dat speelt je helemaal. Je wil heel erg mee gaan doen inderdaad. Ik miste dit jaar een beetje op zoek naar een nieuwe Mary Clarence. Ja, nee, dat is al 2 jaar niet meer. Jammer, dus ik ben nu rijkelijk laat voor de... Ja, nee, je bent net te laat. Auditie. Ja, helaas. Maar kan je een beetje zingen? Ik kan fantastisch zingen. Gewoon doorgaan. Zal ik je gewoon een MP3'tje sturen, Alex? Ja, doe maar. Doe dat. Draai ik je in mijn radioprogramma. Super. Ik ben Ferry Doedens en ik kijk altijd naar Vaticaanstad. Vaticaanstad TV. Nog één keer. Ik ben Ferry Doedens en ik kijk altijd naar Vaticaans TV. Zit u me nou uit te lachen? Nee. Ik mag hoor. Ik lach je toe. Je ziet er heel leuk uit. De eerste 10 seconden die snijden we toch eruit. Dus u mag lekker lachen. Oké. Lachen is gezond. Ik ben klaar.
Wat denk je? Kom je er ook bij? We hebben nog plaats in het klooster. Ik twijfel eerst. Want ik bedoel, ik in een klooster, lang stil zijn, dat gaat niet helemaal. Dingen, de nonnen gaan gek worden. Nonnen gaan zwanger worden en... Over zondes gesproken. Heb jij nog zondes? Op dit moment voor vandaag valt het mee. Maar je mag ze bij mij kwijt namelijk. Ja? Maar dan wil ik ook in zo'n stoel zitten met zo'n schuif, zo'n febo-luik hier ertussen. Je wil gewoon alleen zijn, met mij. Begrijp je het? Zou het iets voor jezelf zijn in zo'n klooster? Nou... Ik kan je vertellen dat het heel gezellig is. Hè? Ja, jij hebt het wel naar je zin. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat je daar een week gaat zitten bijvoorbeeld. Ja, in retret. Ja, jij denkt dat wij een grapje maken, maar dat, nee. Dat zouden wij zomaar doen. Nee, ik liep alleen een beetje vast bij het woord retraite, maar... Ja, dat is eigenlijk... wat dat is. Ja, dat is de doelgroep, hè. Hey, leuk. Wat ben je aan het doen? Nou, een beetje... Om echt een verslag te doen, te maken. Met rode wijn in je hand. Je kent me toch? Etikettenles nummer 1. Niet drinken tijdens het werken. Het is geen werk. Ik ben uit. Dit is lol. Ik heb enorm genoten. Ik vond het een geweldige voorstelling. Meeste mensen zeggen eerst iets over wat zie je er belachelijk uit. Oh, wat zie je er belachelijk uit? Nee, dat hoeft niet. Je ziet er eigenlijk heel erg leuk, aantrekkelijk uit. Ik zou graag willen weten wat je onder je habijt aan hebt. Lijkt me heerlijk om naast u te zitten in de zaal. Ja, tuurlijk. Zo. Het kriebelt. Het kriebelt? Ja. Op zonder bont is het fijn om naast mij te zitten. Dat kan me heel goed voorstellen. Het is geen bont. Je ziet er ook goed uit trouwens. Ja, dankjewel. Ja, ik mag nu met je flirten natuurlijk. Nou, nee, mag niet, want je bent een non. En dus? Nee, dan mag je niet flirten. Hoezo mogen nonnen niet flirten? Hij doet toch eens een beetje research, man. Jezus. Ja, joh, een beetje zondig op zijn tijd. Ja, is waar. Hartstikke lekker. Oh, als je erover biecht, dan is het prima, toch? Nou, kom maar. Wat is jouw biecht? Jij moet bij mij biechten. Jij bent... Jij bent degene die flirt terwijl je... Ik ben degene die direct contact heeft. Ja, dat is waar. Luister naar dit lied en geef toe aan de piet. Geef je over, maar dan nog. Ze gingen onwijs uit hun dak. En jij ook? Ook? Ik ook. Hoe zag dat eruit? Want voor de kijkers thuis. Voor de kijkers thuis. Zo stond jij op je stoel. Zo stond ik op mijn stoel te dansen tijdens de voorstelling. Dames en heren, het ging uit het dak. Dat is lastig, hè? Vaticaanstad TV. Nog één keer. Vaticaanstad TV? Ja. Ik ben Ferry Doenis en ik kijk naar Vaticaanstad TV. Laat je gaan in het Vaticaan. Lekker, ja, die wil ik nog één keer en dan een beetje zo'n gaan. Ja? Gaan we af, 3, 2, 1. Laat je gaan in het Vaticaan. Lekker met zo'n jingletje eronder. Mooi, hè? Kom erbij. Nou ja, ik verwacht mij. Ik ben binnenkort daar. Ik ga een paar kamers vrijmaken. Ik ga de zussen inlichten. Ik ga een condoommachine neerzetten. Oh jee. Oh nee, ik mag niet van de pauze. Condooms mag niet. Ah, maar dat ziet hij toch niet. Ik ben alleen keihard aan het zondigen. Dat is het enige waar ik een beetje bezwaar over heb. Wil je biechten bij me? Zullen we een hokje ingaan? Ja, is goed. Ga maar. Dat kan. Nee? Ja, dat kan ik niet aan. Heb jij mee zitten zingen in je hoofd? Kom even meezingen. Of we mee willen zingen, even wat we net gehoord hebben. Wat we net gehoord hebben. Oh, jij zingt. Praise the Lord. En ik ga jullie nog heel veel plezier wensen. Ja, dank je. Ben van wie was je eigenlijk? Ik ben van de Heer, natuurlijk. Vaticaanstad TV. Doe de groeten aan de paus. Zal ik doen? Ja, hij gaat binnenkort weg, hè? Ja, daarom. Heeft het gehoord? Ja, hij heeft zo leuk in die helikopter gevlogen, dus ja. We gaan hem heel erg missen, hoor, daar. Nou, succes. Fijne avond. Cecilia, hoe vind je mijn moves? Welke moves? Zag je mijn moves niet? Wil je dansen? Je gaat heel erg goed, maar nog blijven oefenen. Echt waar? Blijven oefenen. Ja, nee, ik vind het een hele leuke vondst, geweldig. Mijn complimenten. Dank u wel. Niet met de chance, hè? Nou, ik wacht nog heel even. Dan zien we elkaar straks weer. Ja. Fijne avond. De zegen. Wat nog één keer? De zegen. Dank u wel, hetzelfde. Ja, oké. En proost. Ja, doei. Ik zie dat je twijfelt. Nee, ik doe het niet nog een keer. Pak die microfoon. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben Ferry Doenens en ik kijk altijd naar Vaticaanstad TV. Halleluja. Hey, jij was ook aan het werk vanavond. Ja. Hoe ging het? Ja, goed. We zijn een beetje collega's, hè? Nou, zo zie ik dat helemaal niet. Nee, we zijn gewoon vrienden. Je hebt A-klasse en C-klasse. Auw. Sister Act, de goddelijke Broadway-hit verovert Nederland. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Den Haag.
0900 1353, op musicals.nl of bij Primera. Zo, terug naar het klooster.